raarste dat mij ooit is overkomen is dat hier twee jongens, ik vind discipline heel erg belangrijk hier op de training en daar hoort op tijd komen hoort erbij. De reden dat ik dat tegen die gasten zeg is iedereen die wat bereikt heeft in het bedrijfsleven, die heeft discipline, die komt netjes op tijd. En er kwamen twee jongens, die kwamen hier binnengelopen en die waren te laat, gelijk de eerste training. Dus die moesten toen 15 burpees doen, want dat is straf als je te laat bent. Nou, die jongens waren denk ik bij 3, 4, 5 burpees. Die hebben zich omgedraaid, terug de kleedkamer in en die zijn weer naar huis gegaan. Dus, en daarna heb ik ze ook nooit meer gezien. Nou, dat zijn dan ook geen geschikte jongens voor hier. Maar dat is eigenlijk het gekste dat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben Nick de Zeeuw. Ik ben MMA trainer hier in de kerk. Altijd getraind eigenlijk al vanaf mijn 12e, eerst heel recreatief. Dat was met kickboksen. Daar was ik ook niet heel erg goed in. Later overgestapt naar het MMA, op mijn 18e. Dat was in Rotterdam, eerst bij Rootless. Later ook bij Team Aqua en later nog bij BJ Delft. Daarna hier in de kerk voor mezelf begonnen. En ik was eigenlijk heel erg klaar met het lesgeven. Dat deed ik toen al vanaf mijn 19e en dat heb ik een aantal jaar gedaan. Ik was er een beetje klaar mee, wegens omstandigheden. Toen ben ik hier in een resort komen wonen en 100 meter van mijn huis was deze gymzaal, stond er. Nou, die was te huur. En heb ik begonnen met één avondje per week. Daar was toen, gelijk de eerste training stond er al 20 man voor mijn neus. Eigenlijk helemaal niet verwacht hier in de kerk. Want ja, wie doet er nou MMA in de kerk? Helemaal niemand op dat moment. En echt binnen 3 jaar is dat uitgegroeid naar een groep van nu 154 leden. Dus het is echt helemaal uit elkaar geknald en we hebben 64 trainingen per maand. Ja. Wie had dat gedacht? Ik in de kerk. Ik heb zeker wedstrijden gevochten. Eerlijkheid dient te zeggen, ik heb zelf nooit heel veel bereikt in het vechtsport. Het heeft me enorm geholpen als persoon. Ik was een relatief onzeker, een beetje gefrustreerd ventje. Ik wilde ergens heel graag goed in zijn, maar ik was nooit heel groot, heel sterk. En dat wilde ik wel heel graag. Ik wilde heel graag dat anderen me, en met name toen ik wat jonger was, dat ik respect kreeg van anderen. Dat vond ik belangrijk op dat moment, op die leeftijd. Hè? En mijn manier om dat te bereiken was de vechtsport. En de eerste twee partijen ben ik toen zat ik op het HBO, het eerste jaar HBO. Toen ik die partijen had gevochten en gewonnen, toen waren die partijen zo goed als vijfhonderd gegaan op de hogeschool. Ik kwam daar binnen en ik kreeg, goed gevochten, zag er vet uit. En ik kreeg eindelijk die waardering en dat respect waar ik heel lang naar had gezocht. En dat had ik gedaan, dat heb ik bereikt door het verleggen van mijn grenzen. Zo'n wedstrijdvoorbereiding is echt niks. Het is echt hard, het is echt zwaar. Ik had ervoor geen goud willen missen. Maar na die twee partijen vond ik het ook wel mooi geweest. Ik had aan iedereen laten zien dat ik het kon. Ik kreeg het respect en de waardering waar ik zo naar zocht. En dat was voor mij ook voldoende. De volgende twee partijen, niet meer dezelfde motivatie als de eerste twee partijen. En die heb ik dan ook verloren. Omdat tegenstanders gewoon beter waren. Heel simpel. Maar wat wel belangrijk is om te zeggen is, ik had dat absoluut, absoluut niet willen missen. Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat als ik die partijen toen de tijd niet had gedraaid, dat ik nu niet dezelfde persoon ben als ik nu ben. Zowel op de mat als in de omgang vooral met andere mensen. Op mijn 18e ben ik begonnen bij Oosterbaan Gym. Ik had toen nog geen rijbewijs, dus mijn opa die bracht me daar naartoe voor de eerste keer. Ja, en daar ging er in eerste instantie echt een wereld voor me open. Beneden was daar de MMA-zaal en toen de tijd trainde er allemaal grote, booskijkende, gespierde, getatoeëerde gasten. Ja, je weet niet wat je overkomt. Je denkt, what the fuck, als ik hier levend uitkom, dan doe ik het goed. Nou, met die gasten gaan trainen en die gasten die konden zo enorm waarderen dat ik altijd maar door bleef gaan, constant mijn grenzen bleef verleggen. Hoe hard ze me ook sloegen, hoe vaak ze me ook sloegen, hoe veel armklemmen en verwervingen en ik ook te verduren kreeg, ik bleef doorgaan. En dat was wat dat leerde je in die films, hè, in die vechtsportfilms. En op dat moment kreeg ik van die gasten waar ik zo naar tegenop keek, kreeg ik echt oprechte waardering en complimenten. En dat heeft mijn zelfbeeld zo'n enorme boost gegeven, dat er een stukje zelfrespect bij mij ontstond. En dat is ook het moment dat ik veel respectvoller en veel prettiger met andere mensen om kon gaan. En dat is echt wat MMA mij gebracht heeft en wat mij
Als ik dat niet had gehad, had ik nu nooit op dit punt gezeten en nooit deze gym kunnen bouwen. En dat is ook de reden wat ik, dat is de voornaamste reden dat ik ook lesgeef. Ik vind het hartstikke tof als ik hier een jongen een profvechter kan maken. En dat is ook absoluut een doel. Maar nog veel belangrijker is als ik hier diezelfde jongetjes zie lopen als ik toen op die leeftijd was. Hè, tussen de 12 en 18 jaar. Met dat opgekropte gevoel dat ze iets kwijt moeten. Dat ze een stukje op zoek zijn naar een stukje waardering. Dat ze een stukje zelfrespect willen ontwikkelen. En je ziet dat groeien met de jaren. Ja, dat is wat voor mij mijn werk fantastisch maakt. En dat ik echt niks anders zou willen dan dit. Ik was toen ik tussen de 12 en 18 jaar, durf ik wel te zeggen dat ik niet altijd een heel prettig persoon in de omgang was. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Ik had een opgekropt gevoel dat ik mezelf moest bewijzen. En helemaal op die leeftijd is het toch vaak een beetje onder jongens het recht van de sterkste. Hè? En dan als klein mannetje van ja, een kilo of 65, breng je het er meestal niet zo goed vanaf. Daardoor krijg je een soort doelwit op je hoofd, dat mensen minder vriendelijk tegen jou zijn. En als reactie daarop word jij minder vriendelijk naar andere mensen. En achteraf gezien is dat geen makkelijke periode geweest, laat ik het zo zeggen. Hè. Ik heb geen, als veel vechtsporters, een ghetto verleden of zo. Maar dat moment zat ik niet prettig in mijn vel. En het verleggen van mijn eigen grenzen op de mat en het respect dat daardoor ontstond van mensen die daadwerkelijk konden vechten, dat gaf mij het gevoel van oké, Nick, jij hoeft je niet meer te bewijzen naar de jongetjes of meisjes uit jouw klas of in je omgeving of je vrienden. En dat gaf mij zo'n rust, want je krijgt als MMA-vechter loop je gegarandeerd tegen het volgende punt aan. Je bent een jaartje aan het trainen, ja, je doet toch MMA, sloop hem gewoon. Dat is wat je vroeg of laat krijgt, iedere MMA-vechter dat naar zijn hoofd gegooid. Op het moment dat je een keer iemand tegen je aanloopt, of dat je een keer beledigd wordt, of dat je een keer een akkefietje met iemand hebt. En juist op dat moment, op het moment dat je vertrouwen krijgt in je eigen skills, in je eigen kunnen, dan heb jij niet meer de behoefte, niet meer de drang om je te bewijzen aan iemand die toch niet snapt wat jij doet. Die zelf nog nooit die grenzen op de mat heeft verlegd. Op het moment dat jij kan klokken tegen die monsters die hier op de mat staan, twee keer zo groot, twee keer zo zwaar, sterk, booskijkend, gespierd, dan is iedere andere uitdaging in jouw leven is een makkie. Als je dat vergelijkt met het maken van een toets, is dat een eitje. En dat is wat, wat voor mij de essentie is van het MMA. Ik ben eigenlijk al heel jong begonnen met het trainen geven. Ik trainde toen denk ik anderhalf jaar bij Oosterbaan Gym toen de tijd. Een van de twee trainers die daar les gaf, die vertrok. Toen ben ik begonnen met het geven van les. En dat was, toen was ik 19, misschien net 20. Mijn eerste partijtjes, de eerste vier partijtjes had ik toen gedraaid. Maar het trainen geven ging eigenlijk heel erg natuurlijk. Misschien komt het omdat ik zowel mijn vader als mijn opa waren leraar. Ik heb 14 jaar gekorfbald, dus daar heb ik ook trainingen gegeven. En daar was ik er nooit echt goed in trouwens, maar de passie om dingen te delen met mensen en vooral de ervaring die ik dus zelf heb gehad en het stukje persoonlijke ontwikkeling, ja, dat maakte het voor mij eigenlijk dat het eigenlijk heel natuurlijk ging. De grootste uitdaging die ik daarbij heb gehad is dat ik zelf, hè, een beetje de HBO mentaliteit, altijd te laat komen, sessies mentaliteit, allemaal net niet. Dat zijn allemaal dingen die op een gegeven moment gaan, die je gaat kopiëren in je hele leven, alles wat je doet. En zo ook op de mat. Ik was altijd te laat. Ik had een hele amicale verhouding met mijn leerlingen. Dat heb ik nog steeds wel, maar net genoeg is genoeg. Terwijl op het moment dat jij echt toppers wil gaan opleiden, dan gaan ieder de tijd doet ertoe. En dat is ook op het moment dat je iedere training, en je traint 12 keer per week, 10 minuten te laat bent, dan heb jij 2 uur in totaal van al je trainingen van jezelf gesnoept. En dat zijn dingen waar ik in eerste instantie de mis mee inging. En omdat ik dus een amicale verhouding had met mijn leerling, was het ook heel moeilijk om dat weer, die discipline weer erin te krijgen. Maar ja, nu ik dus helemaal opnieuw heb kunnen starten, kan ik hier gewoon lekker een af en toe een klootzak uithangen. Hè, voor de beste deel van de jongens. Waardoor die discipline gelijk vanaf het eerste moment dat ze hier door die deur naar binnen stappen, erin wordt geramd. Maar ja, wel voor hun eigen beste.
trainen van DFC is, ja, het is helemaal hebben nou. Het is letterlijk mijn leven en hetgene waar ik voor leef. Zoals gezegd, ik vond het vroeger, het was natuurlijk nooit echt stoer voor mij dat ik al 14 jaar korfbal had en dat was nooit echt een sport waar mensen tegenop keken. Maar juist uit dat verenigingsleven, vanuit het korfballen, heb ik wel heel veel geleerd. En ik was er zelf nooit echt goed in, al die sociale dingetjes. Maar nu, later denk ik, ja, het was wel heel gezellig. En dat is wel de reden waarom mensen bij je blijven hangen. Is niet altijd omdat ze weer UFC kampioen willen worden. De reden waarom ze op jouw vereniging blijven hangen, is, of op jouw club blijven hangen, is dat het is de sfeer, de omgang met elkaar, een stukje respect waarbij je met z'n allen zo naar op zoek zijn. Wat je heel erg ziet in de MMA-wereld is de mensen die dit blijven doen, die zijn allemaal geen doorsnee personen. We hebben allemaal een klein beetje wat geks, wat anders. En dat verschilt per persoon wat dat nou precies is. Maar iedereen die hier rondloopt, die zal zich daarin kunnen vinden. En juist het mengen van zo'n groepje personen en daardoor heel erg aansluiting vinden bij de rest van de groep. Ja, dat is voor mij hartstikke tof om te zien. Het samensmelten van een groep met hele verschillende mensen, hele verschillende afkomsten, religies, politiek, cultuur, noem maar op. Die hier dan bij elkaar komen en het eigenlijk hartstikke goed met elkaar kunnen vinden, omdat ze allemaal een klein beetje gek zijn en allemaal een enorme passie hebben voor de sport. Ja, dat is voor mij grandioos en dat is denk ik echt wat voor mij het leukste is om hier training te geven. Ja, daar hoef ik niet heel lang over na te denken. We hadden een jongen die zat toen de tijd in een jeugdgevangenis. En die kwam toen bij ons trainen. Dat was toen de tijd in Rotterdam. Die had weinig bezittingen, laat ik het zo zeggen. Het was een hele gesloten jongen toen die bij ons binnenkwam. En je zag hem opbloeien. Je zag hem echt opbloeien tot een van de leiders binnen het team. Hij was een verschrikkelijk sympathieke jongen in de omgang, werd dat. Ontzettend leuke tijd mee gehad. Een enorm talent in de ring. Alle partijen die hij heeft gedraaid, die heeft hij gewonnen binnen de eerste ronde volgens mij. En daar hebben we toen, op een gegeven moment ging hij weer bij zijn zus wonen. In het oosten van het land was dat toen de tijd. En een van de weinige bezittingen die hij toen nog had, want hij had natuurlijk altijd binnen gezeten. Dus een van de weinige bezittingen die hij nog had was een longboard. En dat longboard dat was met duct tape, zat dat aan elkaar. En daar kwam hij altijd mee naar de sportschool. En dat vond hij fantastisch. Dat was echt zijn dingetje. Dus als afscheidscadeautje had ik het team een beetje opgestookt om met z'n allen een longboard voor hem te kopen. Dus op zijn laatste training hebben we hem dat longboard gegeven. En ondanks dat ik wist dat zijn longboard zijn allesje was, heb ik toen van hem zijn longboard gekregen. En dat was toen echt een van de weinige bezittingen met enige waarde die hij op dat moment had. Dus dat had zo'n enorme symbolische waarde voor mij. Dat was voor mij echt een van de meest echt wel ontroerendste momenten dat ik... Die ik heb meegemaakt. Toen heb ik echt wel een traantje moeten wegpinken achteraf in de auto. Dat mag je best weten. Mijn ultieme doel als trainer is dat ik jonge gasten in dezelfde levensfase als ik vroeger zat, kan bieden wat ik toen de tijd heb gekregen. En er is niks prettigers dan als persoon, als mens zijnde, hoe jong of oud je ook bent, dat is respect van anderen krijgen. En de enige manier waarop jij respect kan krijgen van anderen, is door eerst jezelf te leren respecteren. En jezelf respecteren, dat kun je doen door constant je grenzen te verleggen. Of dat dat nou op de mat is, en dat leer je op de mat, maar vooral ook in het dagelijks leven. En op het moment dat ik zoveel mogelijk jonge gasten dat kan bijbrengen, ja, dat is mijn ultieme doel. En dan wil ik niet roomser zijn dan de paus, want het lijkt me natuurlijk ook gewoon fucking vet om een aantal vechters naar de UFC te sturen, maar dat is bijzaak.
ik snap heel goed als je zou twijfelen om met MMA te gaan beginnen. Hè. Mijn ouders deden in eerste instantie moeilijk. Mijn opa en oma vonden het zelf spannend dat ik met MMA ging beginnen. En toen ik voor de eerste keer bij mijn opa in de auto zat, was ik ook bloedje nerveus om naar die eerste training te gaan. Want niemand vindt het leuk om in elkaar gebeukt te worden. En helaas is dat ook wat er bij heel veel sportscholen op dit moment gebeurt. En is dat ook bij heel veel sportscholen de reden waarom ze zo klein blijven. Ja, op het moment dat jij er als jong ventje binnenkomt en je wordt eigenlijk gebruikt als levende bokzak, omdat je hard gemaakt moet worden of jezelf moet bewijzen, dan leer je het niet. En niemand heeft daar zin in. Ja, de grootste diehards, hè, misschien de Badr Haris en de Rico Verhoeven, overleven dan uiteindelijk. Maar dat is niet hoe je een sport aan het brede publiek kan laten zien en veel mensen ervan kan laten genieten. En daarom vind ik het heel erg belangrijk dat de mensen die hier komen ten eerste met respect worden behandeld. Want dat is het allerbelangrijkste. En dat je de tijd hebt om jezelf te ontwikkelen. En op het moment dat jij gelijk de eerste training in elkaar wordt gebeukt door iemand met veel meer trainingservaring, dan heb jij niet de gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. Want dan zeg jij volgende week lekker de groeten, ik ga wel voetballen of zo. Dus als je twijfelt over het trainen van een vechtsport überhaupt, ga dan echt op zoek naar een gym waar je de tijd krijgt om jezelf te ontwikkelen en dat je niet gelijk in elkaar wordt gebeukt. En ik denk dat de reden is waarom wij zo ontzettend hard groeien als DFC zijn op dit moment. Mocht je dat nou zelf willen uiteraard, dan hebben we gewoon een proeftraining. Dan kan je gewoon eens kijken of dat je het leuk vindt. Dan kan je zien dat wat ik kan het nu allemaal wel tegen je vertellen, maar het is vooral belangrijk dat je het zelf ervaart natuurlijk. En dan kan je altijd gewoon een keer langskomen op een van de DFC locaties. Hartstikke leuk dat je hebt gekeken. Vergeet je niet even te subscriben. Like deze video ook even voor me alsjeblieft. En mocht je willen komen trainen op een van de DFC locaties, klik dan op de link hieronder voor meer informatie. En wellicht zien we elkaar binnenkort op de mat. Later!